Hendrik Larsson heeft Nederlandse les. Het gaat goed, maar met sommige woorden heeft hij nog een beetje moeite. Volgige. Hoe, wat? Ja. Wat? Volgige. Hoe zeg je dat? Nee. Volgige? Volgende? Ja, nee, niet volgende. Wat dan? Before. Before? Ja. Vorige? Ja, vorige. Vorige? I can't say that, sorry. Dat kan je niet zeggen? Nee. Vorige? Vorige. Goed. Nou, dit klinkt niet. Ja, nou, wat is nog meer een moeilijk woord? Scheidsrechter. 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 Nog een keer. Scheidsrechter. Ja, is goed zo. Nou, ik ga even een echt Nederlands woord nog tegen jou zeggen. Dat is bijgelovig. Bijgelovig. Ja. Je zegt het wel goed. Ja? Ja. Ik heb een schaar meegenomen. Ja. Een schaar. Ja. Weet je wat een schaar is? Ja, sister. Juist. Ja. En dan wil ik een klein stukje van een dreadlock van jou afknippen. Ja? En die wil ik dan in mijn zak stoppen van de regenjas. Ja. En dan weet ik zeker dat als ik dat in mijn regenjas hou, dat dat geluk gaat brengen tegen Werder Bremen. Ja, oké. Dat jij goed gaat spelen. Ja? Ja. Oké, kom op. Nou, welk stukje zullen we afknippen? Die kleine daar. Of iets achterin of zo? Nee, is goed. Hier? De helft gaat eraf, hoor. Nee. Ja, de helft moet eraf. Sorry. Ja, we moeten streng zijn. Nee, hier. Hier? Nee. Ja, man, kan nee, dat is te veel. Laat een stukje achterin nemen. Nee. Godsamme man. Ik moet wel zo'n stuk hebben. Nee. Zo'n stuk. Anders helpt het niet. Ja, zo. Ja, dat is met dit bijgeloof, is het zo. Nou, welke mag ik afknippen? Die. Zo. Oké, dat is goed. Dan. Dat is goed. Daar komt ie. Ja? Wacht even. Ja! Heb eens. Zo, dat is een mooi stuk. Van de dreadlock van jou. Nou, dan ga ik die dus in mijn zak stoppen. Hey, kijk. Als ik niet goed speel, of Feyenoord niet goed speelt, kom ik naar jou, hè?